Waar is zijn baasje nou? Oh, ik heb schitterend gekocht. Nick heeft een nieuw kapsel. Dit. Hallo allemaal, het is zaterdag. Ik had eigenlijk gepland om gisteren te vloggen. Ik had echt super zin in vrijdag. Want ik zou eerst gewoon een beetje gaan werken en zo. Maar ik zou daarna met May uit eten gaan. En Shang vierde zijn 30ste verjaardag. Ik keek er echt heel erg naar uit. Gewoon eindelijk weer even een leuk feestje met onze vrienden. Maar ik werd gisterochtend ongesteld. En ik was gewoon echt weer helemaal gewoon ziek van de ongesteldheid. Ik heb er al het een en ander op Instagram over gedeeld. Dat ik bijna overweeg om weer aan de pil te gaan. Want toen werd ik tenminste niet ongesteld. Ik gebruikte de mini-pil en die mag je gewoon forever doorslikken. En ik werd dan gewoon niet ongesteld. Alleen het had wel weer andere nadelen. Ik voelde me eigenlijk veel energieker en positiever toen ik gestopt was met de pil. Dus ik zit gewoon helemaal zo van alles heeft een nadeel. Want nu gebruik ik dus helemaal geen voorbehoedsmiddelen. Behalve condooms. Nou, daar heb je gelijk het nadeel. Moet je dus condooms gebruiken, ook super irritant. Maar dan heb je in ieder geval niet die hormonen en zo. Heel veel mensen zeggen, neem dan een spiraal. Maar denk ik, ja, stel we willen niet volgende week zwanger raken. Maar ook niet pas over 5 jaar. Dan is het toch wel een beetje voor korte duur. Dus vind ik ook niet perfect. En die plaatsing lijkt me ook gewoon verschrikkelijk. En je hebt ook niet de garantie dat dan ineens je menstruaties wel goed zijn. Ik zit nu de Nuva-ring te overwegen. Ik heb daar toch wel veel mensen heel enthousiast over gehoord. Wel ook met hormonen, wat ik eigenlijk liever niet wil. Maar ja, als ik gewoon elke maand een paar dagen heel prikkelbaar ben en echt 1 of 2 dagen echt soort van dat ik gewoon hele leuke dingen niet eens kan doen omdat ik zoveel buikkramp en hoofdpijn heb, dat is ook niet hoe het zou moeten zijn. Mocht je het trouwens niet weten, ik heb dit allemaal al bij een gynaecoloog laten onderzoeken. En ik heb dus PCOS, geen endometriose. Nou goed, ik heb dit hele verhaal al op Instagram gedeeld. Dus ik hou het hier even bij in de vlog. Maar het gaat vandaag iets beter. Met mij in ieder geval. Want Nick, die is natuurlijk wel naar de verjaardag van Shang gegaan. Zo, die heb ik net om 1:30 uit bed gehaald. Ja. En Nick heeft een nieuw kapsel. Heel leuk, schat. Ik denk niet dat het nu uit de verf komt, maar... Zal ik gewoon zo'n fotootje in beeld laten zien van jou met je nieuwe kapsel? Zit nu wel leuk. Ja, het zit heel leuk. Alleen je ziet er zelf een beetje moe uit. Maar echt superleuk. Je wilde weer een ponytje. Ja, nou ik heb dus in mijn relatie met jou al, denk ik, 3 keer een pony laten knippen. En 3 keer was het fout. Toen was het gewoon heel kort en heel dun en sprieterig. En dacht van, ja, hoe kan dat nou? Want ik stond dus van de week voor de spiegel. En ik deed mijn haar naar voren en het zat gewoon goed. Die kappers die gaat gewoon allemaal uitdunnen, tekort knippen, waardoor er gewoon niks overblijft. En ik gewoon een soort, ja, het eruit ziet alsof de ratten eraan hebben gegeten, zeg maar. Dus ik ging naar de kapper, want ik dacht van, ja, het moet gewoon kunnen. Ik zie gewoon dat het kan. Ja, want het zat eigenlijk voor je naar de kapper, ging al bijna goed. Ja, zal ik een foto erin even in? Ja, is goed. Dit was voor de kapper. Dat was zeg maar mijn haar wat normaal gesproken ik gewoon zo middenscheiding doe. Dat is gewoon naar voren nu en het zat al bijna goed. Dus ik ging ook naar de kapper en ik zei van, ja, ik wil een pony, maar er hoeft eigenlijk bijna niks meer van af. Dus je bent vooral voor de zijkanten en zo gegaan? Ja. Kijk, dus hij heeft gewoon van de pony, heeft hij, ja, dat had allemaal verschillende lengtes, zodat het dan leuk als het opzij valt. Had hij gewoon 1 lengte een beetje geknipt. Dus sommige stukken gingen wel echt zoiets af, maar van het meeste echt gewoon zo'n stukje. Ja. En dit had hij gewoon... Kijk eens opzij. Oh ja, zodat het ook mooi overloopt. Ja, want hij zei van, wil je dit dan ook kort? Want je hebt ook zo die mensen die dit dan heel kort knippen en als een lange pony hebben, maar dat vind ik wel echt een beetje lelijk. Dus ik zei, nee, dit mag nog best wel lang. Dus hij heeft alles gewoon met schaar gedaan, niet geen tondeuze. Mooi hoor. Ja. Ja, het staat je echt heel leuk. Ziet er jonger uit. Ik heb complimenten gisteren. Op het feestje. Ja. En je bent heel brak. Ja, weet je wat het dus was? Char had een privé-tappen op zijn feest. Wat heel speels idee was. Dus hadden een tappen, konden zelf ons bier tappen. En dan, lekker oh, moest je het ook zelf tappen? Ja. Wat leuk. Ja, het was echt voor mij, nou ja, 8 jaar geleden dat ik dat had gedaan. Toen je in de horeca werkte. Ja. Alleen... Ik dronk het bier en ik dacht, oh ja, dit is geen pils, zeg maar. Het is niet regulier bier, het is een soort speciaal bier. Ik dacht, nou, whatever. Ik ga lekker drinken. Alleen toen kwam ik er daarna achter dat op die tap stond bier van 8% of zo. Terwijl regulier bier is dan 5,5%. En ik wil altijd gewoon iets van 4 bier drinken. Dan heb ik een leuke avond en dan slaap ik goed en ben ik morgen helemaal prima. Maar ja, dit was ineens 1,5 keer of zo. Oh ja. Dus ik word wakker met, nou, ik heb wel lang geslapen, alleen met zo'n hoofdpijn. Echt gewoon helemaal hier. Nou, schat. Ja, wat wil ik jij moet even lekker wat eten. Jij moet een koffietje.
Ja, ik zei het tegen Bonne, want we gaan nu even naar Vroezenpaviljoen. Zeg ik, oh, neem dat ontbijtje met, dat je zo croissant krijgt, champignons, zo heel lekker. Alleen dat serveren ze al een uur niet meer. Nee. Het ontbijt is gesloten. Je hebt al een puber zo lang uitgeslapen, dat is wel heerlijk zeg. Ja. Ik heb echt al zoveel gedaan. Wat heb je gedaan? Ontbeten, de katten eten gegeven. Een heel stuk gekeken van die docu over Koen Pieters, voormalig Koen Kardashian. Zo. Ik had eigenlijk met jou moeten kijken. Ik denk dat jij het ook echt heel heftig had gevonden. Het staat op Prime. En het gaat dus over zijn verslaving. En het begint zeg maar bij nadat hij is afgekikt. En hij vertelt ook helemaal dat hij dus soort van heel veel dronk, heel veel coke gebruikte. GHB weet ik veel. En op een gegeven moment echt crack verslaafd raakte. En er gewoon helemaal niet meer vanaf kwam. En dan is hij dus clean. Op een gegeven moment 9 maanden. En dan in die documentaire krijgt hij gewoon een terugval. Dus dan belt hij ook die regisseur helemaal huilend van, oh, ik heb een terugval. En dan gaan ze gelijk daar naartoe om te filmen. Ja, nou ja, dat is wel de deal voor die docu. Dat het gewoon heel eerlijk is. En dat maakt het ook wel heel, dat je echt denkt, oh, wat erg. Want hij schaamt zich dan ook helemaal dood. Ja. Het is echt een hele mooie docu. Echt zo heftig. Ik heb nu 2 van de 3 afleveringen gezien. Ik ga vanavond denk ik die laatste kijken. Oh, echt zo heftig die verslaving. Maar dat heb ik zitten kijken. Ik heb mijn iPhone-foto's van oktober tot nu toe opgeruimd. Ik krijg echt nog steeds bijna dagelijks de vraag hoe ik ook weer mijn foto's opruim. Nou, dat doe ik dus met de app Get Sorted. En dan kan je een soort van swipen van houden of weggooien. En dan zie je ook zo heel satisfying van nog 300 uit te zoeken deze maand. Of hoeveel je er al gedaan hebt en zo. Dus ik probeer daar mijn foto's een beetje mee bij te houden. Maar ik maak denk ik wel 4000 foto's of video's per maand. Wat? Ja. Soms heb ik echt 300. 300? Ja, en ik sla ze ook allemaal automatisch op van WhatsApp. Mijn leven wordt gewoon niet zo gedocumenteerd als jij. Ja. Zal ik eens kijken in mijn app? Wat bizar. Ja, ik maak gewoon de hele tijd. Want ik film ook soms clipjes voor mijn vlog bijvoorbeeld met mijn telefoon. En ik maak natuurlijk stories, TikToks, weet ik veel. Maar heel vaak is het wel bijvoorbeeld, dan maak ik een foto voor een samenwerking. En dan maak ik er gelijk 100. En dan geef ik hartjes aan de 5 leukste. Oh, dus ja. Dan kan ik zo in één klap 95 foto's verwijderen. Dat is wel heerlijk. Hier, januari. Oh, toen was ik in Florence. Zat ik er, het was een hele goede maand voor mij. 1650. En verder, alles rond de 1000, zeg maar. Dit is trouwens... Oh my god. Ik wil laten zien hoe die app eruit ziet. Zie je ineens... Oh my god, ik zit ook ineens hier op een kat. Hallo? Gevaarlijk, Sjaak. Ik ben altijd zo bang dat ik hier gewoon oplof dan. Nee. En zag je ineens een foto van mij dat ik aan het plassen ben in het bosje. Ja, ik maak altijd foto's daarvan. Ja. Ik vind het heel grappig. Maar in ieder geval, hele chille app. Ik zal hieronder even typen hoe die heet. Zullen we naar Vroezenpaviljoen? Ja, leuk. Ik hoop dat ik het haal. Ik hoop het ook. Anders deel ik je wel. Leuk. Je ziet er wel goed uit voor een brakke. Dank je. Ik ben wel blij omdat we nu naar buiten gaan. Dat ik wel heb gedoucht. Ik heb mijn tanden gepoetst. Ik heb kleding aangedaan. Ik was zitten morgen. En nu lekker eten. Ik heb dus niet heel lang geleden ontbeten, dus ik weet niet of ik daar echt ga lunchen. Misschien kan ik een kleine hap nemen. Een soep of zo. Oh, is ook een kleine hap. We zijn weer bij Vroezenpaviljoen en Nick heeft... Vuno? Ja. Oh, ja, ik zie er mijn bril, zie ik het scherm niet. Grappig. Nick heeft een croque monsieur besteld. Wat? En ik dacht, ik vraag even wat de soep van de week is. Maar toen was het die geroosterde bloemkoolsoep. Ja? Die hadden ze vorig weekend ook. Dan noem ik het geen soep van de week. Nee, ik zou dat wel zeggen, bro. Soep om de... Kijk uit. Soep, bedoel je... soep van de 2 weken, bedoel je? Ja, leuk. Nee, dus ik heb lekker een appelgebakje genomen met slagroom. Mm. Heerlijk. En havenkappel. Wel rare vorm. Een soort tompoesvorm. Ja, ik vind het ook niet heel groot, maar ik ben al genoeg aan het zeiken. Verder ben ik gewoon helemaal fan alles van deze... Alles is klein op de koek. Ja, oké, los van het koekje ben ik erg fan van deze plek. Jullie horen me er vaak genoeg over. Kijk, dit glas kan ook niet voller, hè? Ik zie nog ruimte hier. Dat noemen ze een grote jus. Ja, gewoon een groot glas, een kleine jus erin. Nee, maar we zitten zo lekker in de zon. Kijk, daar is hij. Oh, heerlijk. Wat een leven, hè? Nick leeft al best op. Ja, mijn hoofdpijn is bijna weg. Goed zo. Wat doet deze wesp hier? Lekker poesje. Met een katerhapje. Ja, zeker. Enjoy. Een soort dekentje heeft hij, hè? Oh, het voelt eigenlijk best raar om jouw poesje te noemen.
Ja, dat doe je nooit. Nee, maar je bent er wel een. Ben ik er een? Zeker. Ik heb wel push energy, vind ik. Vind ik ook. Nou, komt ineens een engel de hoek omlopen. Oh, schat. Bij wie hoort die? Bij wie hoort die? Oh, bij dat oranje meisje misschien. Of is hij zoek? Hij lijkt wel zoek, toch? Wil jij hem niet? Nee, maar serieus? Hij lijkt toch verloren? Geen idee. Hij kwam ook ineens het hoekje om. We hebben hem niet eerder gezien. Ja, we hebben geëind. Ik ken hem. Hij komt wel vaker bij Vroespas. Ik ken hem. Maat. Maatje, ben je zoek? Hey. Oh, het was staart tussen de benen. Hallo. Hey. Waar is de baasje nou? Ja? Hij zit echt te kijken, hè? Hij was echt zoek, maar hij is nu weer terecht. Ja. Zielig. Ja, die dingen lossen zichzelf altijd wel op. Nou, vond toch zielig. Ja. We hebben lekker geluncht, of nou ja. Dus alleen een taartje gegeten, dus ik neem straks nog wel even een tosti of zo als ik weer trek krijg. En nog even bij een vintage winkel gekeken, een beetje gewandeld. En ik heb net een pakket opgestuurd gekregen. Ik word hier wild enthousiast van. Zoals jullie misschien weten, kreeg ik vroeger heel veel gratis spullen opgestuurd van PR-bureaus. Heel veel make-up en weet ik veel. Toen heb ik me op een gegeven moment voor bijna alles afgemeld, omdat ik het gewoon niet kwijt kon, een deel steeds in de kringloop moest doen of doneren. Ik vond het eigenlijk gewoon heel zonde van al die spullen die ik ook eigenlijk helemaal niet nodig had. Maar tegenwoordig krijg ik wel af en toe boeken opgestuurd. En de uitgeverijen die dit doen, die vragen ook heel netjes per mail, mogen we dit of dit boek opsturen? Dus ik heel vaak zeg ik, oh nee, dat is toch niet iets voor mij. Want ik denk, ja, ik kan dan wel ja zeggen voor een gratis boek. En hem vervolgens niet gebruiken. Maar ik heb dus nu net 3 boeken opgestuurd gekregen. En de afgelopen weken ook een paar. Dus ik dacht, ik doe even een boekenhaul. Ik kreeg namelijk een mailtje van Meulenhof Boekerij. En die zeiden, we hadden in je vlog gezien dat je zo genoten had van die Sophia trilogie. Sophia's hoop, Sophia's triomf. Ik weet niet meer hoe ze allemaal heten. En toen zeiden ze, er is nog een trilogie van die schrijfster, waarvan het derde deel deze week uitkomt. Dus mogen we je het derde deel en ook gelijk deel 1 en 2 opsturen. Dus ik dacht, laat maar komen, dat lijkt me geweldig. Het is de Waldfriede serie. En dit is dus gewoon een doos met 3 heerlijke dikke boeken van Corina Boman. Kijk hoe dik één deel is. Dus dit is deel 1. Dit is deel 2 en dit is deel 3. Echt fantastisch. Ik hoop echt dat ik ze leuk ga vinden. Want dan heb ik gewoon weer een trilogie om te lezen. Dus hier gaan jullie me vast nog wel over horen. Berlijn, 1919. In een stad waar de oorlog diepe wonden heeft achtergelaten, staat de jonge verpleegster Hanna voor een grootse taak. Dat is de regel op het eerste boek. Andere ga ik niet lezen, want anders weet ik natuurlijk al spoiler van deel 1. Dus het is de Waldfriede-serie. En het Waldfriede is dan een ziekenhuis. Heel leuk. Ik kreeg laatst ook een mailtje of ik dit boek wilde ontvangen. En het leuke is, ik ben van dezelfde schrijfster, Nouise Dolan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Op dit moment ongeveer op 2/3 van het boek Opwindende Tijden, oftewel Exciting Times. Dit boek gaat over een meisje uit Ierland die in Hongkong gaat wonen. En daar heeft ze een soort van ding met een man. Maar die man is ook heel vaak niet thuis. En dan ondertussen krijgt ze eigenlijk ook iets met een vrouw die ze daar ontmoet. En het gaat een beetje over die verhouding tussen haar en die twee mensen. En hier ben ik wel van aan het genieten. Maar dit is dus blijkbaar het nieuwe roman van dezelfde schrijfster. Ik vind dat ze echt heel goed schrijft. Dus ik ben hier ook heel benieuwd naar. Die heb ik opgestuurd gekregen van uitgeverij Atlas. Dus dank je wel daarvoor. Dan kreeg ik ook van mijn eigen uitgeverij een boek wat ik al had. Maar dan een nieuwe versie.
Dit boek is geschreven door twee mensen met wie ik omga, namelijk Titia en Nienke. Titia, die jullie in de volgens mij vorige vlog nog gezien hebben, en Nienke, mijn manager. Het boek heet Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En hierin staat gewoon in hele fijne en ook echt grappige taal uitgelegd, ja, hoe de hele politiek in Nederland werkt. Wat is de Eerste Kamer? Wat is de Tweede Kamer? Waar moet je over nadenken als je gaat bedenken waar je op gaat stemmen? Alles staat hierin uitgelegd. Op de achterkant staat ook, als je dit boek uit hebt, voel je je minder machteloos en weet je wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. Kan je meepraten over juicy politieke affaires van de afgelopen jaren. En hoef je niet zomaar te stemmen waar je ouders op stemmen. Hij is niet duur en echt heel leerzaam en leuk om te lezen. Ik ga trouwens al deze boeken hieronder linken, maar deze zou ik ook echt aanraden. Dit is ook van uitgeverij Atlas en dat is een nieuw boek en het heet De Smaak van Water van Emmy Itairanta. Een poëtische, huiveringwekkende, dystopische roman. In een afgelegen dorp van de Scandinavische Unie staat de 17-jarige Noria op het punt de volgende theemeester te worden. Al eeuwenlang bewaakt haar familie een geheime zoetwaterbron. Ooit schonk de bron voldoende water voor het hele dorp. Tegenwoordig heerst er grote waterschaarste en wordt het illegale bezit van water zwaar bestraft. Noria wordt in toenemende mate verscheurd tussen haar verplichtingen als hoeder van de bron en trouw aan haar vriendin Sanja, wier familie nauwelijks nog kan leven van hun waterrantsoen. En de bron is niet Noria's enige geheim. Het klinkt best wel spannend. Oh, kijk trouwens hoe cool ook die bladzijden vanaf de zijkant. Ik hoop dat ik hier niet helemaal bang van ga worden. Maar het is niet echt een thriller, toch? Of wel? Nou, die gaat ook op mijn leeslijstje. Zo, ik heb echt veel om te lezen. En tot slot, niet van een uitgever, maar van mijn eigen moeder, kreeg ik dit boek van Anna Woltz, De Tunnel. En dit gaat over vier jonge mensen tijdens de oorlog. Ja, een oorlogsroman waarin stijl, plot, actie en psychologische diepgang mooi in balans zijn. Mijn moeder zei dat dit echt leuk is voor mij om even tussendoor te lezen. Dat ga ik ook doen. Ja, ik weet niet waar ik de tijd vandaan haal. Al helemaal met Vlogtober kom ik amper nog toe aan lezen. Maar goed, na de maand oktober heb ik daar weer wat meer de tijd voor. Dus ik hoop dat je het leuk vond om even een boekenshoplogje te zien. En ze staan hieronder gelinkt. Heerlijk. Ik zag het echt al in september staan. Oh, daar heb ik zin in. Ja, je houdt echt van die cheap chocola. Heerlijk. Het gaat erin kunnen binnen. Dat weet ik nu al. Oude rocker. Lekker schat. Wij gaan een keer op keer spelen. En we hebben lekker gesnackt. Ik ben echt ongesteld als een rund en helemaal... Dus ik ga lekker stoppen met de vlog. Ik dacht, misschien kan ik nog even de vraag beantwoorden die op het theezakje staat. En misschien Mick als hij wil. Leuk. Wat is je grootste prestatie tot nu toe? Bij jou weet ik het wel. Wat dan? Dat je artikel op één kwam op socialevraagstukken.nl. Ja, dan, ik ga nooit meer hoger eindigen dan dat. Wat bij jou? Nee, maar dat is niet die van jou, toch? Dat is mijn grootste prestatie. Ja, dat ik er nog ben, vind ik. Dat ik me even best wel op orde heb of zo. Goed zo. Ja, dat mag er zijn. Ja, je mag er zeker zijn. Nee, waar ik het net over had was, een van Nick's artikelen was dus gepubliceerd. En dan was er zo'n soort ranking van welk artikel van de week het meest gelezen was.
En best wel veel van jullie hadden ook dat artikel gelezen. Ja. Want wij hadden het allebei in onze story gedeeld. En wij zaten de hele tijd te refreshen. En dan stond Nick op 5 of zo. En dan was nog een paar honderd achter bijvoorbeeld ene Erik. En dan gingen we, oh Erik, we komen eraan. We waren echt obsessed met elke plek dat Nick hoger kwam. Alleen Erik zei artikel was eerder geplaatst dan die van mij. Maar na 2 weken verwijderden ze een artikel uit de ranking. Want anders verandert die ranking niet. Het is alleen maar van de nieuwste artikelen welke het meeste zijn gelezen. Oh, zeg maar. Ja. Dus op een gegeven moment verdween Erik. En toen kwam ik op 1. Sta je nu nog steeds op 1? Ik denk dat ik nu uit de ranking ben gezet. Op een gegeven moment zei ik tegen Nick van, zal ik het gewoon nog een keer mijn story delen? Toen zei Nick, nee, dat kan echt niet. Mijn collega zei het ook. Wat? Waarom wil je het onder de studenten gaan delen? Ja. Ja, echt cool. Toch wel een coole prestatie. Maar dat je er bent is ook, is ook een prestatie. Oké, en nu jouwe. Ja, ik denk eigenlijk misschien gewoon mijn social media. Dat er gewoon zoveel mensen zijn die het leuk vinden om te volgen wat ik te zeggen heb. Dat duurt ook gewoon heel goed. Oh, bedankt. Maar dat vind ik wel mijn grootste prestatie. Dat, en ook iets waar ik me steeds over verbaas. Dat ik hier zit te klagen over te kleine koekjes bij de koffie en mijn ongesteldheid. En dat jullie helemaal lyrisch zijn. Heerlijk. Nee, normaal ben ik wel iets positiever dan in deze vlog. Maar ja, dit is gewoon niet helemaal mijn, mijn dag. Gelukkig hebben we Nick, die kan genieten van een Sinterklaas van 50 cent. Dat is ook een prestatie, hoe snel ik deze opkrijg. Ja, misschien is dat je grootste prestatie. Dan drink je me even op. Nu is het al restjes aan de binnenkant. Ik hoop dat jullie het een gezellige vlog vonden. Volgens mij is het vrijdag als jullie dit kijken. Dus heel fijn weekend alvast. En dan zie ik jullie graag maandag weer. Doei! Doei.